Ik ben Dave van de Dave Podcast op Supreme TV. En vandaag heb ik niemand anders dan Jurgen Rijman in de studio. Oké, niet echt in de studio, maar via een Zoom podcast. Het is een beetje anders. Ik ben laaiend enthousiast hierover. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Ja, dus laten we hopen dat het gaat, man. Weet dat ik gewoon een fout heb, een kapprobleem. Ik kijk voor me. Oké, nog eentje. Let's talk. Mm-hmm. Paga, brada. Hey, go ahead, hè. Ja, ik doe dus heb je dan bravo naar je zo toe? Huh? Jongen, voor het eerst ben ik een beetje nerveus. Heel raar. Nou, maar ik ben gespot. Dave, je lang een baby go way back. Als er eentje is voor wie niet nerveus doet, is dan ben ik het wel. En daarom kon ik niet slapen, brada. Ik zweer. Maar ik moet eerst zeggen waarom. En meestal bedankt men aan het eind, maar jou wil ik direct bedanken. Ik kan me herinneren, Ik was 15, 16, speelde ik volleybal elke woensdag met je op Oase. Recreatievolleybal. Dat ik kon naar mijn dief. Ik heb audities, man. Comedy Factory was het volgens mij. Ja. En, maar ze moeten tussen mij en nog een andere boy kiezen. En als ik een beetje geluk heb, dan mag ik gaan en kijken wat eruit komt. En een jaar later was de hele Comedy Factory en alles. En wat je daar hebt gedaan eigenlijk, zonder dat je het weet, is dat in die moeilijkste tijd van Suriname, je weet, die tijd was puinhoop, ja, heb je mij hoop gegeven. Oké. En daarom heb ik je altijd gezegd dat je voor mij mijn theateridool bent. Dat weet je, ik heb er nooit onder stoel of bank of boven. En ook wil ik je bedanken dat ik veel meisjes heb kunnen vangen dankzij jou. Want wij kregen, toen ik in Holland ben komen studeren, kreeg ik 10 kaartjes van je elke keer om naar je show te kijken. Is het toch? We zitten op school. Hey, Jurgen Brada, wat voor kan je hier? Dus als je Jurgen wil zien daar. Ik heb de hele tijd van Matisse. Als je die kaarten hebt, dan bel weer. Want ik denk, Faka, heb je show? Ik denk, maar nou boy, oké, dan spannen we mijn belly terug. Dus het was, is dat niet toch? Maar is dat jullie nog meer naar trafassie? Dus dat, ja, voor de mensen die nu weten, Dave en ik zijn ook familie van elkaar. Dus laten we dat ook even zeggen, want dat vind ik ook heel belangrijk. Maar dus het leuke is, meestal zoekt men een idool ver. En ik keek altijd. Ja. En ik vond het heel mooi. En dan kwam ik naar Nederland. Ik kan me herinneren, ik was in Vechtsebanen. En dan was er een keertje een Thai-box gala. En dan was jij uitgenodigd om een prijs uit te rekenen. Ik dacht, wat doet hij hier? Dus ineens zag ik je overal. Je weet wel, ik zag je gaan. Ja. Ik wil je daarvoor echt bedanken. Want je hebt me een grote sprankel aan hoop gegeven. En ik denk meerdere mensen. En dat gezegd hebbende, vind ik ook dat we ons moeten schamen als natie. Omdat zodra er wat misgaat in Suriname of als er wat is, ben jij de eerste die in de bres springt voor ons. Je hebt su voor su, je haalt altijd doekoe binnen. En ik vind dat je op zijn minst een groot standbeeld moet krijgen. Nog een beetje, hè. Voor ook kan op taboe. Nee, maar wanneer ik jou bijvoorbeeld op Curaçao zie, dan letterlijk op handen en voeten gedragen. Het is net je erom vraagt. Het is de waardering die de mensen naar jou toe hebben als artiest. Weet je, de dingen die ik doe, Dave, laat me dat ook heel duidelijk eens zijn. Dat doe ik omdat ik het zelf heel belangrijk vind dat ik, als ik in een positie ben om mensen te helpen, dat ik die positie ook gebruik. En daarom dat ik regelmatig op de bres spring. Maar ik heb ook regelmatig dat ik van frustratie gewoon de stekker uit alles trek en denk van, hey, is het nog wel de moeite waard om door te gaan? Ja. Maar dan kijkt mijn vrouw ook aan, maar dan weet ze, ben hem 2 weken bij weer afgekoeld en dan ga je weer rustig verder op en dan je in de bakken. Want at the end of the day doe je het niet voor de mensen die je soms dwarsbomen, of de mensen die je uitschelden voor wat je doet, of de mensen die je haten voor wat je doet. Want die heb je natuurlijk ook ertussen. Want no matter what je doet het nooit goed. Maar je doet het voor de mensen die het echt nodig hebben. En daar zijn er genoeg van in Suriname. En voor die mensen doe ik het. Want uiteindelijk is mijn succes, zeg ik altijd, is in Suriname begonnen. En ik heb heel veel aan Suriname te danken. Want zonder Suriname zou ik niet zijn waar ik nu ben. Dus daarom zal ik ook altijd mijn bijdrage blijven leveren, waar mogelijk. Dus bij deze, thank you. Thank you. En nu gaan we beginnen. Oké, dan. You're welcome. Hi. Je gaat straks naar een PSV-wedstrijd, hoor ik. Ja, ze hebben tegen een van de Deens elftal spelen ze de laatste ronde voor de Champions League. En ik ben uitgenodigd door een directeur van het lokale elektriciteitsbedrijf, waar die business iets daar is. Maar dan kunnen we hiermee komen in de voetballen. Leuk, gezellig eerst dineren en dan. Ja, dat mag ook wel, maar toen zei hij van, je kan ook een hotel krijgen daarna. Ik dacht, no, dat gaat te ver, want ik weet niet wat ik moet gaan doen in die kamer na die wedstrijd. Dus maar, ook wel gewoon, look up play. Dus je bent wel voetbalfan, kan je zeggen?
Ik ben zeker voetbalfan. Ik ben, eigenlijk heb ik niet zoveel met PSV, ik ben meer een Ajax-seed. Voor mij zijn er maar twee teams en dat zijn Ajax en Transvaal. Okay. Maar ja, ik vind voetbal wel mooi. Heb je genoten van het nacho gebeuren? Ja man, ik heb bijzonder genoten van het nacho gebeuren. Ik was ook zeer gebellig dat Dien aan de kant is gezet, Dien Goré. Ik vind persoonlijk dat Dien ons, je had het net over hoop geven. Yes. Als er één persoon is die de afgelopen jaren het Surinaams voetbal heeft laten zien wat onze mogelijkheden zijn, wat we kunnen vandaag gaan. We zijn over de hele wereld met hooguit 1 miljoen Surinamers. Als je dus de diaspora erbij telt, dan is hooguit 1 miljoen. En als je kijkt naar wat we allemaal afleveren in de Nederlandse competitie, internationaal, bij Liverpool, we zitten in Barcelona, alle grote teams. Kaardim, Kong, Food, Grand Tabo, daar hebben Surinamers in gespeeld. Waarom kunnen we dat niet op eigen kracht doen? Omdat we gewoon de know-how vaak missen. En het ene extra beetje push die we nodig hebben om het te doen. Dean vind ik heeft dat de afgelopen 3 jaar dat hij bezig is geweest met Natsch, heeft hij dat echt met hart en ziel gedaan. En heeft ons laten zien wat het is om mee te doen aan de voorronde van een WK. Wat het is om mee te doen aan de Gold Cup. En om nu te gaan zeggen, jij heeft zijn doelen niet bereikt, dus daarom laten we hem gaan. Code eerlijk. De manier hoe, weet je. En ik heb zoiets van, we eren onze helden te weinig. En ik vind iemand als Dean Goré moet je omarmen en zijn baan laten afmaken. En tenminste zijn werk laten afmaken. Ik als leek, hè, want ik ben niet zo'n voetbalkenner. Ik ben meer een UFC-persoon. Ik kijk en ik zie eindelijk dat ik zin heb om naar voetbal te kijken. Ik ben zo trots, ik kijk naar alles. En naar mijn mening is hij zijn hand behandeld. Wanneer in het buitenland, je hebt teams die gaan naar het buitenland. Alle mensen verloren. Heb je een hele groep mensen die ze opwacht op de airport. Want ze zijn nog steeds trots dat ze het land hebben kunnen vertegenwoordigen. En deze man hebben ze gewoon een briefje gestuurd en zo. Ik vind dat op deze manier blokkeer je ook andere Surinamers die graag een steentje willen bijdragen. Dus die in het buitenland zijn die de mogelijkheid hebben. Maar dat is wat ik vaak hoorde. Want ik ben heel vaak dat ik dan bijvoorbeeld, we hadden laatst bezig voor een beetje met hulpgoederen alles te regelen. Mm-hmm. En dan ga ik ook naar mijn mede-Surinamers hier die ik ken in het bedrijfsleven, in de business, de showbiz en zo. En wat ik 9 van de 10 keer hoor is van, ja, waarom zou ik het moeten doen? Je krijgt toch stank voor dank. Ik zeg, je doet het niet voor de dank, je doet het omdat je iets voor je land wil doen. Maar het is wel belangrijk als het gewaardeerd wordt wat je gedaan wordt. En daar kunnen we soms nog wel een lesje in leren in Suriname, als ik het parlementair mag zeggen. Nou, je hoeft niet parlementair bij mij te praten, je moet die dingen gewoon. Maar wat denk jij, dus, want je doet ook coaching, toch? Ja. En zeg je voor Suriname zo je zorgenkind zijn? Wat is het eerste wat je zou aanpakken eigenlijk? Ik denk dat wat ik zou willen is dat we naar de nulmeting terug zouden moeten gaan. Ik zou Suriname zeggen, laten we terug gaan naar de nul. Maar laten we eerst een hele goede evaluatie van onszelf maken. Kijken wie we zijn, wat we zijn, waar we staan. Een realistisch beeld hebben van wie we zijn en waar we staan. En als we dat beeld realistisch hebben voor ons allen, laten we dan doelen gaan stellen en met die doelen gezamenlijk proberen die doelen te bereiken. En dat moet je dan voetje voor voetje doen. Want je praat over gedragsverandering. Het een van de moeilijkste dingen die er is. Dus je moet echt eerst kleine doelen stellen en dan grote doelen stellen. En dat gaat langzaam maar zeker gaat het dan lopen. Maar wat ik vaak merk in Suriname is dat we missen heel veel zelfreflectie. We vergelijken ons. Ik bedoel, ik hoor relatiemaat van de SCB. Toen hem gevraagd werd waarom Dean Goré was ontslagen, zei hij, ja, Ronald de Boer is toch ook ontslagen? Dan denk ik, oké. Dat is dus de eerste fout die we maken. We houden van om ons te vergelijken met Nederland en Amerika. We zien onszelf ook vaak op dat niveau van het buitenland. Ja. Terwijl, als we heel eerlijk zijn, hebben we gewoon nog heel veel wat we moeten bereiken met elkaar. We hebben heel veel potentie. Ik bedoel, we zijn het 17e rijkste land ter wereld op het gebied van grondstoffen. Mm-hmm. Maar we moeten wel beginnen om te kijken waar de crux ligt. En als je mij vraagt waar de crux ligt, waarom Suriname zo moeilijk vooruit komt, is het de gunfactor die we naar elkaar missen. We missen het gevoel om aan elkaar te zeggen, hey Dave, look at waggy, jongen, look at waggy, mooi, mi breedte, die jij rijdt, waggy dat. Nou, if jij rijdt, mooi waggy. Oh, wat kan zijn, mis roter, wat krabi waggy, wat betekent, wat zijn die breedte, wat kan biggy waggy, pleol, wat gevaarlijk. Alleen omdat ik dit niet heb. En dat is iets wat we echt, weet je, waar we echt aan zouden moeten werken met z'n allen. Maar dat gaat heel ver terug. Dat heeft ook te maken met ons koloniale verleden. Het heeft allemaal te maken met hoe we van generatie op generatie eigenlijk geconditioneerd zijn. Slavenmentaliteit onder andere, maar ook de verdelen heers van die plaats, dat vergis je niet. We zijn de mooiste compositie van Nederland, die het slechtst genurged is.
Okay. Als je kijkt wat Nederland in die 100 jaar aan infrastructuur voor ons achtergelaten heeft, is belabberd. Ik bedoel dat onze wegen onderlopen, is zo'n klein land. Hier loopt het ook onder, maar dat is echt alleen bij extreme. Bij ons, bij elk buitje heb je wateroverlast. In een land als Nederland vind ik, je kan een kolonie niet zo achterlaten. Onze afwatering zou beter moeten zijn geregeld. Onze infrastructuur, onze productiecapaciteit. Maar in 1922 was er de minister van koloniën hier in Nederland die de uitspraak deed. Een land als Suriname is een compleet waardeloos land met waardeloze mensen. Elke cent die er naartoe gaat is er één te veel. Dat is de attitude. Ja, dat is een uitspraak. Vraag maar naar Sintje Makluit. Dat is een uitspraak van de minister van koloniën geweest. Ik weet niet, maar het is in de jaren 20 ergens is dat geweest. Maar hij leeft niet maar vraag meer. Het aan. Ja? Hij leeft jammer genoeg niet meer. Nou, hij is kort daarna dood gegaan. Hij is gestikt in zijn eigen kouwoorde. Maar, vraag maar een centje, maar dan gaat ze het uitleggen. En, en dat heeft ons, en dat zie je ook, dat minderwaardigheidscomplex, dat een soort collectief minderwaardigheidscomplex, proberen te compenseren door ons te vergelijken met anderen vaak. Maar het heeft echt te maken met hoe we geconditioneerd zijn. We hebben altijd geleerd dat we te min zijn. Als je naar Nederland kwam, werd je belachelijk gemaakt van je accent. Als de Nederlanders uit Suriname kwamen, hadden ze altijd een soort van houtijnen houding. En wij met z'n allemaal, ja, je weet het maar, maar kon niet, ja, dan weet je, jongen, mooi, de meisjes zijn mooi, je vindt wel mooi met oma, weet je. Je opa en, kleur. Dus, mijn opa kleur, dat soort dingen. Dus, en als, als we die mindshift niet collectief met z'n allen maken, door alle lagen heen, door alle etniciteiten heen, dan gaan we steeds achter de feiten blijven aanrennen. Want je ziet ook nu weer dat de etniciteit nog steeds een rol speelt in Suriname. En hoe kan je dat kunnen omzeilen eigenlijk? Een blitzkrieg. We weten eigenlijk allemaal dat het gecreëerd is. Maar hoe denk je dat we dit gewoon gaan? Denk je dat het mogelijk is? Of zeg je, nou, dit is een lange marathon waar we gaan moeten werken? Het is een lange weg, maar ik geloof dat elk proces begint bij de jeugd. Elk proces begint op school. Het begint met je onderwijs, met je curriculum dat je samenstelt. Dave, hoe lang heeft het voor mij niet geduurd voordat ik erachter kwam dat Baron Bonnie en Scholly Kerr, dat ze verzetstrijders waren en geen terroristen die de boel hadden platgebrand? Ja, maar weet je, we hebben te ja. In mijn geschiedenis moeten we nog steeds baronnen gooien. Weet je, we moeten onze eigen geschiedenis geschreven. Maar Madiba, Nelson Mandela heeft het ooit mooi gezegd. Die zei van, history depends on who wrote it. En zolang we onze eigen geschiedenis niet gaan schrijven en onze eigen geschiedenis niet gaan herschrijven, gaan we met het achtergesteld probleem blijven zitten, geloof ik. En We moeten onze kinderen gaan leren, burgerschap, dat soort dingen. We moeten ook van onze bedelaarsmentaliteit af. Denk je dat in die kwam vanuit de leerling? Maar de vraag is... Niet bij example, ja. Toch? Als ik kijk naar de huidige leider, of alle leiders die we hebben gehad. Het eerste wat ze doen is bedelen. Dus je volk gaat je volgen. Ik heb nooit een rijke bedelaar ontmoet, hoor. Iemand die een Rolex heeft verkocht door langs de straat te staan. Maar dat is een weerspiegeling. Er was één rijke bedelaar in Suriname. Er was eentje in Suriname. De oude generatie kent hem. Dat was die man met één been. Hij stond altijd bij het postkantoor daar op Kerkplein. Hij stond op post met zijn voet op die dingen. Hé, amare tanga begi isapo me osamare bij in Paramaribo. Dus dat kan wel. Dat zeggen ze. Volgens mij staat hij die kompetjes te verkopen dan. Maar goed. Is het toch? Als je het hebt over lead by example. Dat weet je, kijk... We kijken steeds naar onze politieke leiders die het voorbeeld moeten geven, omdat zij de regering leiden, noem maar op. Maar het gaat veel verder. Ik heb het ook over leaders in de community. Het begint al bij vaderschap. Wat voor vader ben ik voor mijn kinderen? Wat voor moeder ben ik voor mijn kinderen? Wat voor oom, wat voor tante ben ik? Hoe profileer ik mezelf binnen mijn eigen straat, eerst binnen mijn eigen kleine kring? Mm-hmm. Want daar zijn de echte leiders. Daar zitten de echte leiders. De leiders zitten niet in de DNA en noem maar op. Nee, de mannen die proberen sturing te geven aan een groter geheel wat ze zelf vaak niet begrijpen. Maar de echte leaders zitten in het volk zelf. En daar moet het van uitkomen. Dat zijn de mensen, zo een Willem Bosverschuur die vroeger kinderen onder de arm nam. En ze leerden zwemmen in de Van Sommelsdijk kreek. Je moet geschiedenis. Weet je, van die mensen vroeger, die buurtvaders. Weet je, die kinderen gewoon gingen ophalen en zeiden van, kom, we gaan met z'n allen naar Cola Creek. Wat alleen in China, Wagi. Moeders die altijd hun deur open hadden, dat kinderen een bordje konden komen eten als ze honger hadden. We have to start taking care of our community first, voordat we als community ook kunnen groeien.
Dus eigenlijk zeg je, begin klein in je eigen cirkel en dan hoop je dat het gaat uitdagen. Ja, uitdagen. En het begint met burgerschap. En je moet ook, weet je, we moeten onze kids ook leren dat, dat ze goede rolmodellen kiezen. Want als je nu kijkt, als je aan een middelbare school gaat, mm-hmm. en je vraagt aan die kids, wat wil je later worden? Wil 80% douanier worden. Want dan maar ik heb je lukken douane. Ja man, dat draap je allemaal niet. Is dat weer toch? Terwijl je eigenlijk een apparaat kan uitvegen. Hè? Als je gewoon een vast bedrag zet voor alles wat wordt geïmporteerd, dan heb je de corruptie eigenlijk... Wijze van spreken. Er zijn genoeg manieren, zeker voor zo'n klein land, om die hele romslomp en die burger... We moeten het steeds tighter maken. Ik heb nu begrepen dat onze Belastingdienst in gesprek is met Bearing Point. En ik hoop dat ze niet, want die hebben een heel lean, mean belastingssysteem waarbij we heel veel bullshit kunnen uitkutten en heel snel low-hanging fruit kunnen gaan halen voor Suriname. Want dat is ook wat het begint. Compliance, Dave. Als je kijkt naar de compliance van Suriname. Ja. Maar is beroerd. De massa abonnee bij belasting. Ja, klopt. Maar ik denk wel dat er een bepaald systeem is gecreëerd. Ik geef een voorbeeld. Stel je voor, je bent ondernemer en je wil het clean doen. Die man die jou concurreert, betaalt geen invoerrechten, betaalt geen belasting. Dus je kan nooit met die man concurreren. Nu heb je dus 10 jaar hoefdraad in die hele groep gehad. Dus je gaat je ook aanpassen. Dus als je hier wil rechtzetten, denk ik wel dat je een soort nullijn moet zetten van boys, vanaf vandaag. Of zoiets. Want anders ga je alleen maar tegen. Zeg maar, dat is compliance. Dus je moet je compliance moet je op peil krijgen. Dan gaat het om. Het kan niet dat die Chinezen voor elke container die binnenkomt maar $2500 invoerrechten om geacht wat erin zit. Maar ze scheiden. Om de nummer Abba haven. Huh? Die containers waren vroeger $3000 aan vracht uit China. Ja. Gisteren heeft een mattie van mijn 2 containers binnengehaald, of ze zijn nog onderweg. $33,000 moest hij betalen aan vracht. Dat heb ik er niet over. Hij heeft die bak nog niet gevuld. Zo duur is het geworden door COVID. Dus ik hou mijn hart vast. Want Suriname is half China geworden. Ik heb het gevoel dat veel Chinezen hun toko's gaan moeten sluiten. Want het heeft gezien, als je een lading van 5000 in je winkel hebt, heb je $40,000 moeten betalen aan vracht. Dus er gaat een hele grote... Maar dat is wereldwijd ga je economische, komt die economische crisis nog erachteraan. Je hebt die eerste crisis is een crisis geweest dat mensen niet door de lockdown dat bedrijven hun omzet konden draaien. Mm-hmm. Maar de tweede crisis komt eraan dat bedrijven inhaalslag moeten maken voor de kosten die ze geleden hebben. En dat gaat op de consument, gaat het worden verhaald. Dus je gaat uiteindelijk ga je inflatie krijgen wereldwijd. En wij zijn koning inflatie in Suriname. Dus je moet daar gaan wereldwijd... Als we het weten, gaan we ze laten zien. No, maar dat is geen inflatie. Wij gaan je laten zien wat inflatie is. Maar daar staan we wel op de eerste plaats. Ja, wij zijn inflatable. Maar eigenlijk biedt dus dit een mooie opportunity. Waar iedereen ziet van, shit, we kunnen niet meer importeren. Bababab. Is nu de tijd eigenlijk dat we de schouders eronder moeten gaan zetten. En we kunnen dus gaan produceren als land. Want we zijn lid van de UNESCO. Daar begint het mee. Ja. Als je kijkt naar de possibilities die we hebben in het land, als je kijkt naar het volk dat we hebben een vrij slim volk, vergis je niet. Hè? We zijn enorm slim. Slim, nee, maar ik bedoel, als je even kan naar hossel, dan gaan alles zo ons hoog boven water kunnen houden, ondanks alle ellende. Dat zijn we echte survivors. Dus dat het daar komt trangen, weet je, we kunnen het. Maar dan moet het ook echt gaan doen met z'n allen een keer. Maar we hebben één neiging, we zitten altijd maar te kijken, wat doet de regering, wat doen ze aan de waterkant? En wat zij doen, dan gaan wij dat volgen met z'n allen. Eigen initiatief nemen, want even wacht die regering. You know, Jan, je moet voor je eigen eten zorgen. Oké, een vraag. Los van dit alles hoor, ik kom zo hierop terug. Je hebt heel veel succes meegemaakt. Een heel geweldige loopbaan gehad. En je hebt ook klappen gehad in het leven. Ja. Wanneer waren voor jou de beste leermomenten?